Welkom bij onze nieuwe serie, De Open Samenleving. In deze serie gaan we met bijzondere gasten in gesprek over de gevolgen van de coronacrisis en de lockdown voor de toekomst van onze samenleving. Hoe ziet de open samenleving eruit? Mijn naam is Anne-Marijn Epkar en ik ben programmamaker bij de Bali. En vandaag ga ik in gesprek met Ties Dams over de geopolitieke gevolgen van deze crisis. Hoe ziet de verhouding tussen Europa en China daaruit na de crisis? En hoe zit het met het Europese zelfvertrouwen? Moeten we nou eigenlijk iets leren van China of juist helemaal niet? Over die vragen gaan we het hebben. Ties Dams is schrijver en China-expert en hij werkt voor Instituut Klingendaal. Ik ben heel blij dat je er bent, Ties, vandaag. En ik wilde eigenlijk beginnen met het volgende. Kan jij ons meenemen naar China? We zitten hier allemaal vast in lockdown, we kunnen nergens naartoe. Neem ons nou eens mee naar China en laat ons kijken door de ogen van Xi Jinping naar het huidige Europa. Wat zien we dan? Nou, als je de Chinese staatskranten en de websites daarvan mag geloven, dan is het hier een rommeltje. Werken de vaccins die in het Westen worden ontwikkeld niet zo goed? In ieder geval niet zo goed als de Chinezen. Is waar het echt aan ontbreekt, leiderschap. De durf om door te pakken en dat virus de kop in te drukken. En tegelijkertijd een hardnekkige arrogantie om toch te denken dat wij nog steeds leidend zijn in de wereld. Terwijl China dat estafette stokje ondertussen heeft opgepakt. Mm-hmm. En hoe zit het dan met, het is een rommeltje. Is het waar, vind jij? Nou, nee. Ten eerste is het in China ook een rommeltje. Er is alleen één leider die altijd duidelijk het woordvoerderschap heeft van de staat. En daarom op het politieke toneel heel duidelijk de hoofdrol speelt. Dus het is in die zin is Europa een stuk rommeliger. Want we hebben allerlei hoofdrolspelers die door elkaar heen lopen. Maar achter het toneel, in de kamertjes en de onderhandelingen. En de daadwerkelijke vorming van beleid is het natuurlijk in China ook een hanennest. Precies visie daarop hoeven we helemaal niet één op één over te nemen. Het is wel zo, denk ik, dat elk systeem zijn eigen nadelen en zijn eigen voordelen heeft. Nou, China heeft in die eerste weken, omdat het bijzonder moeilijk is in het Chinese politieke systeem om bij de autoriteit die boven jou zit te zeggen, jongens, hier gaat echt iets heel erg mis en we moeten nu doorpakken. Mm-hmm. Heeft die toen nog epidemie uit de hand kunnen lopen? Mm-hmm. Vervolgens is er, toen het probleem helemaal zo groot was dat het niet meer binnen grenzen te houden was, maar wel onder de aandacht kwam bij het centraal leiderschap, redelijk effectief aangepakt. Wij hebben andere nadelen, namelijk ja, het oude grapje van Kissinger. Als ik Europa wil bellen, wie neemt er dan op? Ja. En dat speelde ons zeker in het begin van de crisis parten. Maar bijvoorbeeld in Italië, China met redelijk doorzichtige propaganda, maar toch heel effectief, de boodschap kon laten landen dat zij Italië en de Italiaanse burgers veel meer hielpen dan andere Europese landen, terwijl dat helemaal niet het geval was. Maar ja, dat is de moeilijkheid als je niet één hoofdrolspeler, één held hebt die dat succes die claimt. Dat kan eisen, ja. Ja. Hey, en je zei, het nadeel van China was dat het pas laat aan het licht kwam, hè? Dus de verspreiding van die pandemie. Denk je dat het geen pandemie was geworden als het zich had ontwikkeld in Europa? Ah, dat is een interessante vraag. Het flauwe antwoord daarop is, en dat ga ik eerst geven, is dat ik geen idee heb hoe pandemieën zich ontwikkelen. Dus dat ik het in die zin heel moeilijk vind om te zeggen. We hebben wel een paar dingen waarvan we in ieder geval nu mogen van uitgaan dat nog steeds krachten zijn. Het feit dat in Nederland de gemiddelde werknemer best tegen zijn baas durft te zeggen, jongens, dit gaat mis en we gaan het nou aanpakken. Daar wordt veel over geklaagd, dat we in veel Europese landen vrij goede lokale zorgsystemen hebben. Mm-hmm. Dat is een heel saai onderwerp. Er stond grappig genoeg in de laatste, ik lees graag Private Eye, Engels satirisch weekblad, stond heel interessant onderzoek waaruit bleek dat de PwC, PricewaterhouseCoopers Consultants, die waren ingehuurd
om de vaccinatiestrategie in Engeland te streamlinen. Ja. Ik geloof 8 of 9 keer minder effectief waren dan de wat in Engeland dan, of in Nederland, de GGD-medewerkers waren die datzelfde aan het doen waren, alleen zonder consultancypakket. Ah. Oftewel, die basale maatschappelijke structuren die we hebben, zijn en die heel erg goed passen bij onze Europese samenlevingsvorm, dat zijn krachten. Maar het hebben van de kracht en het claimen van de kracht zijn twee andere dingen. China claimt vaak kracht waar het dat niet heeft. Mm-hmm. Rusland doet dat nog veel meer. Waar claimt in dit specifieke geval China de kracht waar het niet heeft? Nou, bijvoorbeeld dat het extreem effectief bestuur heeft. Terwijl het dat op sommige vlakken heeft, maar op andere niet. Bijvoorbeeld de openheid die nodig is om snel problemen aan de kaart te stellen, heeft het niet. Maar kijk ook naar... dat is het grappige en het maffe aan zo'n coronacrisis. Allerlei vormen van maatschappelijk of van geopolitiek succes worden opeens in proxyfactoren of indicatoren uitgedrukt. Vaccinatiesucces van die Chinese vaccins is volgens sommige metingen toch nog lager. Mm-hmm. Xi Jinping zegt niet, goh, ja, daar hebben we nog echt wel even wat werk voor te verzetten. Hij zegt, China heeft de beste vaccins en biedt die de wereld aan. Wat ook een interessante is het feit dat China heel veel dingen als... en ik zeg dit zonder rancune, hoor, want het is interessant om in te zien. Heel veel dingen als liefdadigheid aan andere landen verkoopt. Mm-hmm. Terwijl het binnenlands helemaal niet de steun heeft om dat als liefdadigheid aan te bieden. En als je echt gaat kijken, het commerciële deals zijn. Heel veel mondkapjes. Ja, mondkapjes aan Italië ook, hè? Refereerde jij net al aan. Heel veel, dat waren heel veel commerciële deals. Dus gewoon gekocht. Heel veel van de gunsten kwamen niet van de Chinese overheid, maar van onze grote vriend Jack Ma, die ondertussen een kopje kleiner is gemaakt door de Chinese overheid. Maar toch waren het de Chinese ambassadeurs die met regeringsleiders op Schiphol stonden om handen te schudden en kratjes open te krikken. Maar jij zegt China is op sommige vlakken heel goed in het claimen van dat succes. Mm-hmm. Is dat nou niet iets waar we in Europa iets van kunnen leren? Ja, zeker. En met de nadrukkelijke boodschap denk ik dat we dat niet kunnen doen op de manier dat China dat doet. Ik denk dat Xi Jinping in het bijzonder, want de leiders voor hem waren daar veel zwakker in, de verhalende kracht van politiek leiderschap heel goed in handen heeft. En dat lijkt soft, maar dat is het niet. Daarmee heeft hij daadwerkelijk heel veel macht. Hij is in staat om een enorme bureaucratie, die voor veel leiders voor hem eigenlijk onbestuurbaar was, mee te krijgen in grote ambities door op gezette tijden zelf de hoofdrol te claimen in China's vaart naar voren. Ja. En dus ook daaraan concrete doelen te stellen waar iedereen wel in mee moet. Mm-hmm. Nou, dat soort leiderschap missen we wel degelijk in Europa. En dat komt enerzijds omdat we het eng vinden om grote gedeelde narratieven te hebben, denk ik. Waarom vinden we dat eng? Omdat dat een eenduidigheid van onze samenleving, van onze politiek vraagt, waar we ons terecht denk ik heel ongemakkelijk bij voelen. Kijk, China heeft en het Chinese politieke leiderschap heeft die symbolische kracht ten koste van een heel hardvochtig, een gruwelijk uitsluitingssysteem. Mm-hmm. Als je niet aan de factoren voldoet die horen bij de ideale Chinese burger, is de prijs die je daarvoor betaalt heel hoog. Mm-hmm. Dat zien we in Taiwan, zien we bij de Oeigoeren. Precies. En dat is dus ook... In Xinjiang zie je hoe hard een staat, en dat hebben we ook in Europa gezien, het kan afdwingen dat je bij de norm van een bepaalde politieke symbolen identiteit hoort. Dat willen we in Europa terecht nooit meer. Mm-hmm. Maar wat we hebben gedaan is de kracht van gedeelde en verbindende narratieven in onze politiek overboord gegooid. Terwijl we die zouden moeten heruitvinden, denk ik, en innoveren voor een open samenleving die niet meer bovenaan de machtspyramide in de wereld staat, maar moet concurreren. En een deel van de concurrentie die we met China hebben is of we zelf de boel bij elkaar kunnen houden. Mm-hmm. Daarvoor hebben we van alles nodig, maar ook een gedeelde verhalen, denk ik. Ja, want dat vind ik heel interessant. Want jij schrijft ook inderdaad, het wordt tijd dat de EU de kracht van verhalen weer omarmt. En wat voor
waar zouden we nou aan kunnen denken? Wat voor elementen kan dat verhaal uit bestaan? Zonder dus die soort van overkoepelende, onderdrukkende verhalen eigenlijk te vertellen. Ja, ik zou er graag in ieder geval twee noemen. En die zijn meteen ook, denk ik, politiek meteen heel ongemakkelijk. En dat is precies volgens mij waarom je kan aanvoelen dat er misschien wat in zit. Ik ben hier de afgelopen tijd heel veel mee bezig geweest. Ik denk dat er eentje is. En dat is dat we de rol van Europa in de wereld we in de afgelopen decennia heel sterk hebben verbonden aan universele rechten. Iets dat niet, dus een morele opdracht die eigenlijk niet wat over Europa zegt, maar over heel de wereld, over de mensheid. Ik denk dat we daarnaast, of daarboven, veel duidelijker kunnen gaan uitspreken wat de Europese samenleving en de Europese samenlevingsvorm uniek te bieden heeft in de wereld. Mm-hmm. Het interessante is dat de commissie van der Leyen, van de Europese Unie, dat ook heeft proberen in leven te roepen. Daar moet denk ik veel meer mee gedaan worden. En dat meteen ook op een hele controversiële, problematische manier heeft gedaan. Door een commissaris voor in eerste instantie de verdediging van de Europese manier van leven in het leven te roepen. Mm-hmm. En daar heeft volgens mij een grote fout gemaakt, dat te koppelen aan migratie. Later, omdat er heel veel kritiek kwam, is die titel veranderd naar de Europese commissaris voor de promotie van de Europese manier van leven. En zelf heeft ze geclaimd dat haar commissie de geopolitieke commissie is. Mm-hmm. Dus dat veel meer dan Europese commissarissen voor haar, zij zich wil bezig gaan houden met hoe bouwen we van Europa een geopolitieke pol in de wereld die zichzelf kan verdedigen en zich in kan zetten voor dingen ook buiten de grenzen. En dat klinkt op zich als een strategische keuze. Als een goede strategische keuze. Dat was volgens mij een bizar slimme strategische keuze die tot nu toe amper benut is. Omdat het in eerste instantie ondergesneeuwd is geraakt in het debat over omdat het gelinkt is aan migratie, en dan mag je dat wel zeggen. Maar ik denk dat precies omdat het zo ongemakkelijk is, in ieder geval op het geopolitieke toneel heel veel kracht kan bieden. Het maakt veel duidelijker wat wij, wat de Europese samenlevingsvorm in de wereld toe te voegen heeft, boven die van de Amerikaanse, de Chinese, de Russische. En ik denk dat dat een interessante tweede punt is. We hebben net een paar dagen geleden de Munich Security Conference gehad, de grote veiligheidsconferentie in München. En dat is traditioneel een belangrijk punt waarop Amerikaanse leiders en Europese leiders elkaar ontmoeten en de agenda zetten op een informele manier voor de transatlantische relatie in de komende jaren. En Biden kwam daar met een, zoals hij dat kan, een hele charmante, innemende boodschap. En met het Amerikaanse zelfvertrouwen dat die boodschap aangenomen zou worden. Mm-hmm. America is back. We zijn terug als wereldleider. En wat gaan we doen? We gaan, dit is zijn verhaal, een wereldwijde alliantie van democratieën, dus langs ideologische lijnen oprichten, vormen, met Amerika als leider, tegen de opkomst van autoritaire staten. En daarmee bedoelt hij China en Rusland, maar eigenlijk China. Om China te isoleren, zwakker te maken en te stoppen in haar opmars. En het interessante is dat de Europese leiders die op hem reageerden, Luc van Middelaar heeft daar vandaag ook een interessante column over in NRC. Mm-hmm. Lauw, warm, / eigenlijk dat negerend daarop reageerde. Merkel zei niet zoveel en Macron zei dat hij veel meer ziet in effectief multilateralisme. Dat is saai diplomatieke taal voor, we gaan niet langs ideologische lijnen de wereld opdelen om een harde confrontatie aan te gaan. We praten minder, we doen meer en we gaan samenwerken met wie dan ook met ons wil samenwerken om onze eigen belangen te behartigen. Om de economische belangen te behartigen. Ja. Ja. En daarmee, en dan kom ik terug bij het verhaal, dan zal ik ook weer even mijn mond houden. Je bent hier om te praten met ons, dus daarvoor hebben we je uitgenodigd. En dan claimt Europa een ander soort wereldleider. De rol als wereldleider. En dat is volgens mij heel interessant. Europa is tot nu toe op het in het wereldtoneel altijd de secondant geweest van de protagonist, Amerika. En China heeft altijd gezegd, de wereld is opgedeeld in het Westen en het resten, in de rest. Mm-hmm. Het Westen komt op voor dominantie, die wil dominant blijven, en de rest probeert zich, ondanks die strijd om dominantie door het Westen, zich een beetje te ontwikkelen. Europa zou zichzelf kunnen casten als de held van de rest, zoals China dat lang heeft gedaan. Ja. Tegen
de geopolitieke broedertwist tussen China en Amerika, die, als we niet uitkijken, diplomatieke relaties en gaat domineren voor decennia. De meeste landen hebben namelijk geen belang bij een groot ideologisch conflict tussen twee polen waar de rest zich in een partij moet schikken. Maar hoe verklaar je dan die lauwe reactie van Merkel en Macron? Omdat Merkel en Macron doorhebben dat het A, niet in de meeste Europese belangen is om zich onder Amerika te schikken in een harde ideologische oorlog, waar er een muur wordt getrokken tussen Oost en West. Omdat ze doorhebben dat de Europese geschiedenis van ons verlangt, dat we dat ook niet meer willen. En nu zou het geen ijzeren gordijn zijn als het aan Biden ligt, maar een silicon gordijn. Ja. En omdat Merkel en Macron, en het is maar de vraag of volgende Duitse en Franse leiders dat ook doorhebben, hoor. Zich blijkbaar al hebben geschikt naar een wereld waarin er nou eenmaal verschillende polen bestaan en dat geen van die polen de wereld kan domineren zoals Amerika dat in de afgelopen 20 jaar heeft gedaan. En dat, aan dat inzicht heeft Amerika zich nog niet overgegeven. Maar het lijkt alsof we onszelf al verloren achten. En daarmee wil ik ook even naar die mythe van verval. Ja. Waar je een prachtig essay over hebt geschreven. En die stelt eigenlijk, presenteert die mythe van verval. Dus eigenlijk het verhaal waarmee we begonnen over Europa als een rommeltje. En we zijn daar zelf in gaan geloven. Ja. Ja, dat is denk ik zo. En een deel, ik zie in ieder geval deze recente ontwikkelingen in de vorming van wat een Europese geopolitiek zou kunnen worden, als een manier om die mythe van verval te slechten, meer dan als het feit dat we ons daar aan hebben overgegeven. Ik denk dat een deel van dit werkt niet alleen op het grote geopolitieke niveau, maar die mythe van verval, daarom vind ik hem ook zo krachtig, werkt door op heel persoonlijk niveau. Mark Elgardus, een briljante Vlaamse socioloog, heeft een prachtig boek geschreven, dat raad ik iedereen aan, het narratief van neergang, waarin hij onder jongeren onderzoek deed naar hoe zie je de toekomst nou, en tot de conclusie kwam dat iedereen wel dacht dat het met henzelf prima zou gaan en ook wel vooruit zou gaan, maar dat het met ons steeds slechter gaat. Mm-hmm. En dat had met twee dingen te maken. De relatieve neergang van Europa's positie ten opzichte van andere machten, vooral China, op het wereldtoneel, groot. En het gebrek aan controle dat veel mensen hebben, of veel van de jongeren voelden over de materiële factoren van hun leven. En ik denk dat dat gebrek aan controle precies is, op in ieder geval op geopolitiek vlak, wat Merkel en Macron Europa willen teruggeven. Mm-hmm. Het idee dat we zelf onze geopolitieke agenda kunnen stellen. En dat gaat ten koste van een droom, namelijk de transatlantische droom, van een wereld naar transatlantisch model van universele mensenrechten. En van een wereldorde die eigenlijk naar ons eigen naar ons beeld geschapen is. Er spelen eigenlijk twee verhalen door elkaar heen. Een verhaal van verval, van het transatlantisch verval, en het verhaal van het terugclaimen van een Europese controle over onze plek in de wereld. Ja. En die plek is kleiner dan we 20 jaar geleden hadden gedacht. Maar zou, als we onze kaarten goed spelen en als we de juiste verhaallijnen volgen, wel sterker kunnen zijn. En dat is een hele moeilijke paradox. Maar wel eentje die volgens mij Macron en Merkel en von der Leyen ook heel goed doorhebben. Mm-hmm. Hey, en ik las in het nawoord van jouw boek over Xi een mooie quote van Karl Popper, wat ook goed in deze serie past. En jij quote: we worden de maker van ons lot wanneer we ophouden te pretenderen er de profeet van te zijn. Ja. En hoe kan Europa nou de profeet van dat lot zijn? Hoe kunnen Macron en Merkel dat beter gaan doen? Hebben we niet een veel betere propagandastrategie nodig? Ja, we hebben denk ik een veel betere
propagandastrategie. Dat is grappig dat je dat zegt. Dat is natuurlijk, dit is het interessante eraan. Een soort counterpropaganda. Ja. Dus, maar het is zo grappig dat je het woord propaganda gebruikt. Dat is een heel vies woord. In China is... En er zijn goede redenen voor, daar niet van. Dat is terecht. Maar ik vind het zo grappig. Ik heb veel in China gewoond. Daar is een ministerie, of ja, daar zijn ministeries en staatsafdelingen van propaganda. Die heet ook gewoon zo... het idee dat je een gedeeld idee van hoe de wereld in elkaar zit... en wat een land daarin te doen heeft, nodig hebt om een land bij elkaar te houden... is geïnstitutionaliseerd. Bij ons is dat wederom om een hele goede reden uit de mode geraakt. En we moeten dat inderdaad, en dat Popper ook al door... op een eigen manier heruitvinden. En ik denk dat een van de redenen waarom we de opkomst van China kunnen verwelkomen... is omdat het ontzettend urgent maakt om onszelf deze vraag te stellen. Ons verhaal van een transatlantische, onbreekbare transatlantische band... van universele waarden die toevallig ook onze waarden zijn... en die overal ter wereld ooit ergens in de toekomst... met harde hand gehandhaafd kunnen worden... het idee dat we altijd bovenaan de piramide blijven staan... en dat dat ook de enige manier is waarop we onze manier van leven kunnen voortzetten... wordt door China, as we speak, geslecht. Mm-hmm. Stelt Europeanen voor twee opties. Het bij de pakken neerzit en denken dat als we niet aan de top van de wereldpiramide kunnen staan... dat we dan gedoemd zijn naar beneden te vallen... Mm-hmm. of het spel heruit te vinden... En dat kan. Dat kan niet met een premier als Rutte... die dit soort vergezichten niet als zijn takenpakket ziet. Maar Macron is daar niet vies van. En Macron is... Frankrijk is sowieso het idee van machtspolitiek... op het internationale toneel... niet zozeer uit het zicht verloren als wij. En ik denk dat op haar manier Merkel dat ook heeft gedaan. Maar toch denk ik de hele tijd van... moet Europa niet het verhaal vertellen van... kijk hoe effectief wij de crisis managen. We bungelen misschien onderaan deze ranglijst... maar kijk eens hoe wij omgaan met de vrijheden. Wij hoeven onze burgers niet 24 uur per dag te tracken. Wij hoeven ze niet op te sluiten in hun gebouwen. Want ze voelen een eigen verantwoordelijkheidsgevoel... vanuit het idee van een open en vrije samenleving. Is dat niet een... discours wat veel meer uitgedragen zou kunnen worden door... Ja, ik ben het daar helemaal mee eens. Een sterk narratief heeft verschillende... In het ambacht van het scheppen van politieke narratieven... zijn een paar elementen altijd belangrijk. En één daarvan is het hebben van een held. En de andere is het laten vieren van successen door die held. Mm-hmm. En we zijn in allebei bijzonder slecht. Ja. Het interessante is natuurlijk dat Europa heeft niet één woordvoerder... maar dat betekent niet dat je niet één held kan hebben. Het epos, zoals Aristoteles dat definieerde... is een groot verhaal waarin één verteller heel veel helden te berde kan brengen. Ja. Nou, als er iets bij Europa's literaire en dus ook politieke geschiedenis past... is het dat idee dat we dat Europese leiders veel meer... op eenzelfde manier, zonder dat ze nou één woordvoerder hebben... Europa als held moeten gaan neerzetten. Dat zouden we kunnen doen. De Europese samenwerking meer als een voorbeeld stellen. En het was heel typisch wat er gebeurde in het begin van die coronacrisis. Dat Europese leiders niet doorhadden dat ze één gezamenlijke taak hadden... van Europa nog steeds verkopen aan de wereld en daarmee aan het eigen volk. Mm-hmm. Maar dat wordt wel steeds urgenter. Het feit dat nu Franse leider hebben, een Duitse leider... en ook een commissiepresident die daar alweer wat meer bewust van zijn... dan generaties voor hen, is al wat. Maar het feit dat we niet één woordvoerder hebben... en dat nog een paar generaties zo zal blijven... en dat we heel ongemakkelijk zijn geworden met het idee van een held. Susan Nijman heeft een prachtige lezing daarop die wel op YouTube te vinden is... over het feit dat democratieën het moeilijk hebben met het omarmen van helden... maar die net zo goed nodig hebben. Blijft ons mogelijkerwijs parten spelen. Als laatste voorbeeld, een tijdje geleden heeft de Europese Unie... een paar jaar geleden heeft de Europese Unie de Nobelprijs voor de Vrede... gewonnen. Dat is een succes dat je kan vieren. Ja. Daar is een prachtige speech voor geschreven... die Barroso en Van Rompuy toen samen
hielden bij die ceremonie. En daar wordt heel duidelijk antwoord gegeven op de vraag wie is Europa's held, in ieder geval in hun mond. Ja. En Van Rompuy zegt, het is de idee Europa. En Barroso zegt, het is de rechtsstaat die op dat idee gebaseerd is. Dat zijn abstracties. En de vraag is of we die abstracties en of Europese leiders, die abstracties die volgens mij kloppen, die heel goed passen bij de Europese geschiedenis, ook invoelbaar kunnen maken voor een groot electoraat. Want abstracties werken, doen het goed in Stockholm, ja, bij een ceremonie met jaketten. Maar doet het dat ook voor de kiezer die over 2 weken moet besluiten welke kant op gaan? Dat denk ik niet. En een goed verhaal heeft ook volgens mij altijd een protagonist nodig. Dus, en ik dacht, zou Van der Leyen nou die leider kunnen zijn? Die sterke leider, die held in dit verhaal. Zie jij dat? Maar ja, dus als je gewoon kijk naar wie ze is en hoe ze heeft niet het charisma en de uitstraling om die plek te claimen. Grappig genoeg heeft Xi dat ook niet. Xi Jinping is een niet de meest charismatische. Nee, helemaal niet. En totdat hij president was, was die amper bekend in China. Ja. Zijn vrouw is super bekend. En al heel lang in China om totaal niet politieke redenen. Het gaat er veel meer over, denk ik, dat je ergens een held kiest en die positioneert. Mm-hmm. En in mijn essay een tijdje geleden probeer ik daar iets wat misschien veel beter past bij de woorden van Popper en het idee van Popper van de open samenleving, het te laten claimen door wetenschappers die te midden van het uitbreken van zo'n crisis niet angstvallig gaan wachten tot het centraal leiderschap een lijn uitzet, maar gaan innoveren, dingen gaan uitvinden en gaan uitvinden om zo'n crisis te lijf te gaan. We zullen op een andere manier, en dat betekent dus ook minder afhankelijk van politieke leiders, maar misschien wel veel meer door culturele leiders, intellectueel leiders, andere mensen, Europa helder moeten gaan toedichten. Mm-hmm. En nee, ik denk niet dat Van der Leyen die rol kan claimen. En ik denk dat het nog een paar generaties duurt voordat het Europese project zoveel verder is. Mm-hmm. Dat een politiek leider die rol echt kan claimen. Maar dat betekent niet dat die politieke leiders nu al, en hopelijk de opvolger van Mark Rutte ook, als verteller op kan treden en een protagonist in het leven kan roepen. Ja. Misschien wel heel veel. Zoals de Ilias ook heel veel helden heeft. Mm-hmm. En invoelbaar, concreet, empathisch Europese helden in het leven kan roepen. Dat is denk ik, dat zou ik willen zien van de volgende Nederlandse premier. Ja, je schrijft ook, die mythe van verval kan een soort self-fulfilling prophecy worden. Maar ik kan me voorstellen dat die Europese samenwerking en dat verhaal daarover ook een self-fulfilling prophecy kan worden. Dus als we dat verhaal beter leren vertellen, dat het dan uiteindelijk ook zo wordt. Ik ben het daar helemaal mee eens. En zeker als het de urgentie krijgt van geopolitieke competitie. De meeste burgers in Europa zijn niet de hele tijd bezig met de strijd tussen grootmachten. Maar het zet wel allerlei delen van ons kleine concrete leven op die manier onder druk dat we kunnen gaan inzien dat het belangrijk is om beter samen te gaan werken en een pool te vormen. Waar ik ook over na heb zitten denken is als je, en dat is ook een hele ongemakkelijke vraag, als je een protagonist wil of als je een held wil, heb je dan ook een vijand nodig? De Nederlandse en de Europese politiek is duidelijk verdeeld in mensen die heel graag een grote, enge vijand willen hebben om hun politiek verhaal aan te knopen. Maar dat is het klassieke idee van natievorming of van een gemeenschapsvorming, is dat er een externe vijand nodig is. Ja, en ik heb me af zitten vragen of dat verhaal klopt. En wat me bijvoorbeeld opvalt aan Xi, is dat hij wel degelijk met een knipoog vijanden aanwijst op verschillende niveaus in zijn speeches. Maar als hij wervend wil spreken richting het Chinese volk, het altijd heeft over de eigen zwaktes in de Chinese maatschappij die de Chinezen moeten rechtzetten. En die worden aangetast of verergerd door buitenlandse invloeden. Oh ja. En
dat bracht mij op de gedachte, misschien heeft Europa wel niet een vijand nodig voor een samenbindend verhaal, maar een nemesis. Dus het duidelijk aanwijzen van krachten die ons tot een neergang kunnen brengen. Mm-hmm. Nemesis was niet een vijand, Nemesis was de goddelijke figuur die zorgde dat de overmoedige held werd gewezen op zijn eigen fouten. Mm-hmm. Misschien is verdeeldheid wel een belangrijke factor in waarom we die geopolitieke competitie en daarmee allerlei materiële omstandigheden in ons leven zouden kunnen verliezen. En zouden politiek leiders in Europa veel duidelijker moeten aanwijzen wat de kosten zijn van Europese verdeeldheid. Mm-hmm. En wat ons in welk gat ons dat kan laten storten. Mm-hmm. We hebben, denk ik, is mijn stelling, niet een vijand nodig, maar een nemesis. Mm-hmm. Een invoelbaar, concreet, emotioneel uitgedrukt vooruitzicht van neergang, als we niet onze eigen deugden weten te versterken. En wat zouden nou concrete voorbeelden zijn die we zouden kunnen geven in Europa om dat gevoel te versterken? Nou, verdeeldheid is denk ik een heel concreet idee. Het feit dat Rutte nog steeds bezig is een beperkte onderhandelingsruimte te winnen binnen Brussel. Door sterk verhalen te stimuleren over het feit dat wij als Frugal Forum, eigenlijk gewoon Nederland, gewoon helemaal onze eigen gang weg kunnen gaan binnen Europa. Is in ieder geval het voorbeeld van het tegenovergestelde. Ja. Ja. En een volgend leider, en ik hoop dat een paar van de pro-Europese kandidaten, en zeker Sigrid Kaag, zou, als ze een prominente rol krijgt in een volgend kabinet, dat absoluut moeten claimen. Zou dat moeten gebruiken als een voorbeeld van, kijk, hiermee snijden we ons, lijken we misschien korte termijn winst te halen, maar snijden we onszelf in de vingers. Maar is bijvoorbeeld de situatie op de Griekse eilanden, om het even heel beeldend te maken, zou dat ook zo'n voorbeeld kunnen zijn? Want ik kan me voorstellen dat Xi naar Europa kijkt en denkt, het is leuk dat jullie beginnen over de Oeigoeren, over de mensenrechten situatie, maar look at yourself. Ja. En zou dat ook een... En niet om de vraag te ontwijken, maar je bedoelt de situatie op de Griekse eilanden als voorbeeld van waar Europees falen en het niet kunnen komen tot een oplossing gezamenlijk voor dat probleem heel gevaarlijk kan zijn. Ja, zeker omdat het voor de Europese kiezers die bang zijn voor immigratie die bedreiging in stand houdt, want die is steeds zichtbaar. Niet eens aan onze grens, maar in Europa. En voor de linksere, progressievere Europese stemmers laat zien hoe verrot ons immigratiebeleid is. Mm-hmm. En dat is een ander aspect wat volgens mij broodnodig is. Dat we veel meer over Europese grenzen heen, maar langs politieke lijnen, met elkaar moeten gaan debatteren. De verschillen in bijvoorbeeld hoe er over het migratiedebat... Binnen de Unie bedoel je? Ja, binnen de Unie. Hoe er bijvoorbeeld over het migratiedebat gedacht wordt, zijn gewoon heel erg groot. Mm-hmm. En een van de problemen waarom dat, denk ik, als een grote zwakte gezien wordt, is dat die verdeeldheid niet nergens gecatalyseerd kan worden. Of gekanaliseerd kan worden, bedoel ik, omdat er niet een debat is tussen Hongaren en Nederlanders mm-hmm. over dit punt. Mm-hmm. Dat debat op maatschappelijk niveau ontbreekt totaal. Ja. Dus wil je een gedeeld Europees narratief, en wil je dat doen op een manier die bij open samenleving past, dan zul je ook moeten beginnen met die pijnlijke tegenstellingen, niet zozeer via allerlei instituties proberen te kalmeren, maar op tafel te leggen. Open en bloot te debatteren. Ja, en dat te claimen als een kracht. Ja. Elke keer als er een Europese verkiezing komt, staat er in de kranten, kijk naar de verdeeldheid in het Europees parlement. Ja. In plaats van kijk naar de krachtige en pluriformiteit. Precies, dit is hoe de Europese samenleving in elkaar zit. Ja. Maar dan moet je wel, en dat vieren. Precies, dan moet je wel onder ogen zien dat dat betekent dat Europa ook voor een gedeelte bestaat
uit Europeanen, die net zo goed Europeaan zijn, maar fundamenteel anders nadenken over culturele of sociaal-culturele thema's. En dan moet je dat op tafel gooien en dan moet je organiseren dat Hongaren en Polen en Nederlanders en Belgen daarover kunnen praten. Mm-hmm. Dat is pijnlijk, maar dat kan zeker. En dat vinden we vaak eng, heb ik het idee. Want ons gevoel van wat Europa is ondermijnen. Laat ons dan troosten aan de gedachte dat, hoe eng wij dat ook vinden, in de ogen van de Chinese staat is zoiets onmogelijk en zou het Chinese Rijk daar bij in elkaar storten. Ja. Hetzelfde geldt voor Poetin en hetzelfde geldt voor allerlei bange leiders in democratieën die proberen aan de democratie in hun land te tornen. Trump was een verzameling angst op dit gebied hij was de verpersoonlijking van de angst voor een pluriforme samenleving. Ja. Ik kijk hoe eerloos je eindigt. Dat verhaal is te vertellen, denk ik. Hey, ik wil even met je naar Nederland. Want als het gaat over, we hebben het al over China en Europa. Als het gaat over de invloed van China in Nederland, hebben we de afgelopen tijd enorm veel voorbij zien komen. Maar ik wil even beginnen met Marion Koopmans, die voor de WHO naar China is gegaan om onderzoek te doen naar de oorsprong van het virus. En hoe kijk je aan tegen dat onderzoek en tegen haar rol? We hebben het gehad over wetenschappers. Hoe kijk je aan tegen haar rol en hoe kijk je aan tegen de mogelijke uitkomsten van zo'n onderzoek? Ja, over haar specifiek, haar rol in die onderzoeken en hoe dat proces nu loopt binnen WHO, weet ik te weinig om daar oordelen over maar te vellen. Maar hoe gaat een onderzoeker naar China? Valt daar onderzoek te doen? Kunnen we iets met die uitkomsten? We kunnen wel wat met die uitkomsten. Maar ik denk dat, en het is belangrijk dat het wel gedaan wordt. Ook al, het voelt een beetje als een farce soms ook. Ja, maar moet je. Ik denk dat, zo voelt het ook. En ik denk dat we er niet van uit kunnen gaan dat de Chinese overheid onderzoekers de vrijheden toestaat die nodig zijn voor echt een heel goed onderzoek, maar wederom, dat is beredenerend vanuit mijn kennis van de hoe de Chinese overheid met dit soort vrijheden omgaat. Ja. En niet zozeer van hoe dat nu met de WHO onderhandeld is en zijn proces vindt. Dus misschien heb ik dat echt fout. Waarom is het belangrijk dat we het gaan doen? Nou, moet je voorstellen dat de Chinese overheid zegt, kom maar. En dat we zeggen, nee, doen we niet. In dat spel, in het beeldvormingsspel ook, kun je niet op zo'n uitnodiging ingaan. Ja. Wat je wel kan doen, is op die uitnodiging ingaan, conclusies trekken voor zover je die kan en duidelijk maken waar dat echt onmogelijk was. En de grote vraag is of dat tweede, dat toegeven van de restricties, als dat onderzoek eenmaal gedaan is, of dat politiek aanvaardbaar binnen de WHO gaat zijn. En dat weet ik oprecht niet hoe dat gaat spelen. Maar je kunt niet zeggen dat je dat onderzoek niet gaat doen, terwijl je daarvoor hebt verweten, China zal dat vast wel niet willen. En de helft van de wereld onder Amerika's aanmoediging schreeuwt dat het een cover-up is. Dus ik denk dat het heel goed is dat onderzoek nu gedaan wordt. Maar de problemen met censuur en intimidatie van onderzoekers en het onderzoeksklimaat in China zijn zodanig dat me het heel problematisch lijkt. Ik zou niet graag in haar schoenen staan. Dat was precies wat ik je wilde vragen, namelijk hoe zou jij het aanpakken als jij daar naartoe zou gaan? Maar dat is lastig. Nee, volgens mij moet je het niet aanpakken als onderzoeker die naartoe gaat, maar moet het WHO-leiderschap dit aanpakken door zodanig te onderhandelen dat het die ruimte krijgt die het nodig heeft om zinnige, nuttige conclusies te trekken. En daarbij kan ik me ook voorstellen overigens dat het WHO bang is om gebruikt te worden door Amerika, kort door de bocht, als een stok om China mee te slaan. Dus ik snap ook wel dat het tussen twee, de WHO moet doen alsof het een neutrale, multilaterale organisatie is, maar heeft net zo goed als de rest van de wereld en net zo goed als wij te maken met die geopolitieke broedertwist van hun twee meest invloedrijke partners. En zit daar nu middenin. Dat is een bijzonder ongemakkelijke situatie. Ja. Dit is het ongemak dat
velen van ons gaan merken hoe de wereldorde zich nu ontwikkelt. Oké, Thies, dankjewel. We moeten het hier voor nu helaas bij laten. Maar ik wil je heel erg bedanken voor dit mooie gesprek over hoe Xi Jinping naar Europa kijkt. Over de verhalen die Europa over zichzelf zou moeten vertellen. En tot slot ook de ongemakkelijke positie waarin internationale organisaties als de Wereldhandelsorganisaties zich op dit moment bevindt. Dus dankjewel, fijn dat je er was. En jullie thuis ook bedankt voor het kijken naar deze eerste aflevering van de Open Samenleving. Mocht je nou meer willen weten of meer willen bekijken, kijk dan even op debali.nl.